met deze gloednieuwe video. Zoals je het al aan de thumbnail hebt gezien, gaat het dus over shampoo en conditioner. Het zijn nog altijd identiek dezelfde die ik gebruik. Zal ik, wanneer ik de laatste video heb opgenomen, ik weet niet, al eens geleden, 2-3 jaar geleden. Ik gebruik nog altijd dezelfde producten van Garnier. Ultra Doux Geheim van Honing. En dat is gewoon een set, daar hoort gewoon bij in, dus dat is super handig. Het ruikt nog eens super lekker ook. Het blijft echt goed in je haar zitten, hè? De geur. Ja, dus dat is wel plezant. En wat is nog een voordeel? Het is eigenlijk heel budget. Voor Garnier. Garnier ook goedkopere producten, maar ook wel heel dure. Maar deze is eigenlijk wel echt heel goedkoop, vind ik. Voor wat het echt doet. Want het is echt op. Het herstelt je haar, voedt en beschermt. Ik kan zeggen, mensen, dat is echt, echt wel waar. Want mijn punten waren helemaal kapot, bijna. Moest ik bijna knippen. Maar ik wou dat absoluut niet. Ik wil eigenlijk nog echt nog iets langer haar. Ik wil gewoon mijn record verbreken. En ja, dan wil ik dat niet knippen. En dan heb ik teruggekomen op die shampoo en de conditioner. Want vroeger gebruikte ik eigenlijk een tijdje iets anders. Maar nu terug mijn oude en gekende producten. En dan heb ik een beetje liggen googelen wat eigenlijk het beste is voor uw haar te wassen. Dus eigenlijk is het beste kawater, maar dat doet niemand. Alleen mijn broer misschien. Maar de rest doet dat dus allemaal wat niet in het. En dan dacht ik van ja, wat kan ik dan doen? En dan zei ze van ja, een masker in doen. Dus ik doe ook een kokosmasker in één keer. Om de 2-3 weken, soms een maand. Elke maand probeer ik dat sowieso wel te doen. Omdat dat ook voedt en beschermt en zo. Maar terug naar mijn productjes. Ik was dus heel mijn haar, alleen maar nat, en was heel mijn haar met shampoo. Dan spoel ik de punten uit, zoiets ongeveer. Nee, punten, mijn lange stingels, hoe moet ik het zeggen. En dan doe ik daar conditioner in en dan laat ik dat 5 minuutjes trekken met alles. En dan spoel ik dat lekker af en dan is mijn haar echt super, super zacht en het riekt ongelooflijk goed. En dat blijft echt wel een paar dagjes rieken. Dus dat is wel extra voordeel. Maar hoe heb ik gegeten? Ik heb echt te kort voor deze video gegeten, man. Allemaal niet, het komt er gewoon voor. Maar oké, dus ik zeg, ik raad het jullie echt wel aan om die producten te proberen. Dat je haar helemaal naar de bom is. Want het doet echt wel wat het op. Ja, hoe moet ik het zeggen? Op de verpakking zegt. Dus dat is altijd mooi meegenomen. Zou voor eens nog iets over de verpakking dat ik wil toelichten? Ik denk het niet. Nee. Ik zou zeggen, is uw haar kapot? Koop die producten, probeer het. Er is ook een masker van, maar dat heb ik nog niet getest. Ook een serum van, maar die vind ik niet online. Dus Garnier, alsjeblieft, sponsor mij. En stuur het nou wel, want ik wil die echt proberen. Want ik ben echt wel fan van die lijn van Garnier. Dus dat is het eigenlijk. Vond je de video fijn, dan was dat duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren en op het belletje hier te drukken. Dan blijf je up-to-date van mijn video's. En als ik je niet vond, dan zie ik je in de volgende video.